We zijn hier vandaag in de stelplaats van de lijn in Oostende om afscheid te nemen van de kustram. De kustram die eerst sinds 1980 bij de Spuurspoorwegen heeft gereden en daarna bij de lijn. Komen jullie meekijken? De tram waar we vandaag afscheid van nemen is de vierde generatie elektrische tram die aan de kust heeft gereden. Vanaf de jaren 50 kreeg de tram stevige concurrentie van de bus. Op de hoofdlijn van de Pannen naar Knokken na werd het volledige kustnet van de buurtspoorwegen verbust. Deze onzekere periode werd pas afgesloten in 1982, toen de buurtspoorwegen een volledig nieuwe tram lieten ontwerpen voor zowel Charleroi als de kust. Deze BN-ACEC-tram. Het was voor het eerst een geleden tram met moderne besturing.